Naar aanleiding van de Dag van Europa op 9 mei organiseren Riekevelde VZ2, het Vlaams Parlement en het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap jaarlijks de State of the European Union, een lezing over de Europese integratie door een vooraanstaande Europa-watcher. Dit jaar gaat de eer naar Gerard Mortier, artistiek directeur van het Teatro Real in Madrid. Daarnaast worden elk jaar ook Vlaamse jongeren uitgedaagd om een beeld te schetsen van hun ideale Europa. Het essay van Louise Willocks uit het zesde jaar Grieks wiskunde van het Heilige Maagd College in Dendermonde kon de jury het meest bekoren. Ze wint dan ook de hoofdprijs van 1000 euro. Wij willen u haar Junior State of the European Union niet onthouden. Ik hou van theater, geel, moeilijke woorden, choco, borgen, in de metro zitten, rode lippenstift en de geur van appelthee. Ik vraag mij af wat precies van al die zaken mij Vlaming, Belg of Europeaan maakt, wat onze identiteit bepaalt. Hier in België vinden steeds meer Vlamingen dat we te verschillend zijn om samen in één land te wonen en dezelfde wetten te handhaven. In heel Europa steekt nationalisme ook weer vurig de kop op. Omdat we meer en meer enkel de verschillen zien en vergeten dat mensen uit Wallonië, Zweden of Griekenland ook chocofans of theaterliefhebbers kunnen zijn, brokkelt de steun van burgers en de eensgezindheid tussen lidstaten ook steeds verder af. En net dat gemeenschapsgevoel is essentieel voor het bestaan van een Unie. We krijgen steeds te horen dat er meer Europa moet zijn en dat we moeten evolueren naar de Verenigde Staten van Europa. Maar hoeveel nieuwe richtlijnen en normen, tot aan de samenstelling van mijn choco toe, er van boven worden opgelegd, er zal nooit een hecht Europa zijn als de EU zijn burgers niet betrekt bij dit project. We trachten de ene bankencrisis naar de andere op te lossen, terwijl we weigeren de meest fundamentele crisis voor ogen te zien. De politieke. We kennen allemaal het beeld van een stokbroodetende, kunstzinnige Fransman, een immer correcte en voorbereide Duitser en een sexy Italiaanse verleider. Maar probeer je nu even een Europeaan in te beelden. Bij mij blijft het helaas blanco. We weten allemaal dat die clichés vaak totaal onwaar zijn en dat je evengoed Duitse vlierenfluiters en schuchter Italianen hebt, maar toch weten nationalisten een zeker beeld van een volk te schetsen en te verkopen, terwijl bij Europeanen zelfs geen poging wordt gedaan. Bestaat een Europese identiteit dan helemaal niet? Margaret Thatcher, euroceptisch als ze was, had daar een duidelijk antwoord op. Europe was created by history, America was created by philosophy. Ik vind dat ze ongelijk heeft. Het is waar dat het vertrekken naar Amerika op zich bijna een filosofische keuze was. Wie vertrok, koos voor een toekomst vol risico, maar vol verandering, gesteund op de nieuwe ideeën van de verlichte filosofen. Wie in Europa bleef, koos voor een veilige vaste toekomst, zonder verandering. Maar dat was toen zo. Wij hebben als gemeenschap ook zekere waarden ontwikkeld waar wij als Europees burger trots op mogen zijn. Wij leven in welvaartsstaten met sociale zekerheid, gezondheidszorg, kwaliteitsvol onderwijs. Wij leven allen de Europese verklaring van de rechten van de mens na, wijzer geworden na twee vreselijke oorlogen. En wij proberen als continent de economie op een duurzame manier te stimuleren. Of we nu graag stokbrood of braadworst eten, blijft iets oppervlakkig. Wat ons echt burger maakt, een echt Europese mens, zijn die innerlijke waarden. Maar helaas, ondanks die innerlijke waarden, stelt ons burgerschap niks voor. De enigen die weten dat morgen de Europese feestdag valt, zitten hier waarschijnlijk verzameld in de zaal. Nationalistische partijen hebben dat veel langer reeds ontdekt en hebben dat gebrekkige burgerschap vervangen door een veel sterker gemeenschapsgevoel binnen de eigen grenzen. Maar die grenzen zijn alleen al de laatste 200 jaar hertekend en hertekend en weer hertekend geweest. De verbondenheid die ze gecreëerd hebben is voor een deel artificieel en dus moet het voor de EU ook mogelijk zijn om een Europese identiteit te stimuleren. Om te transformeren van inwoners in Europa tot burgers van de Europese Unie hebben we verbondenheid nodig, meer contact. Ik wil weten hoe de Poolse metro is, ik wil weten of ze in Portugal ook Nutella eten. Ik heb 3 voorstellen om daarachter te komen. Een sterk Europees onderwijssysteem voor een sterke jeugd.
als we vanuit Europa elke jongere in elke lidstaat onderwijs op niveau kunnen garanderen, tillen we ook Europa zelf naar een hoger niveau. Zo'n kwalitatief sterk systeem bekomen we door de sterke punten van de bestaande systemen te verzamelen en de zwakkere weg te werken. Momenteel kennen we enorme niveauverschillen tussen lidstaten. Sommigen staan met hun onderwijs aan de wereldtop en in andere bepaalt de portemonnee van mama of papa de kwaliteit van je onderwijs. Met een Europees kwaliteitsonderwijs kunnen we lidstaten die momenteel achterop hinken de kans geven om bij te benen en iedere burger een gelijkwaardige start te geven. Bij zo'n systeem komt ook automatisch hoogstaand taalonderwijs kijken dat broodnodig is om je tot een echte EU-burger te ontwikkelen. En omdat ze toch hetzelfde programma volgen, hebben leerlingen ook veel meer mogelijkheden om langdurige uitwisselingen of gezamenlijke groepswerken te maken. Zo creëer je al van jongs af aan een verbondenheid die gesteund is op leuke ervaringen en grappige momenten, in plaats van gezamenlijke landbouwnormen of voedselregelgevingen. Mijn tweede voorstel betreft de media. Ze mogen dan wel het hart van de democratie genoemd worden, ze nemen toch een erg onbeduidende plaats in het Europese verhaal. Een gezamenlijk medium zou zoveel meer kunnen bijdragen tot een echt hechte Europese gemeenschap. Een populair Europees tv-station of muziekkanaal zou een toegankelijke en simpelweg plezante manier zijn om burgers te laten ontdekken wat er in andere lidstaten leeft. Wie weet vinden Spanjaarden Borgen ook een geweldige serie en kunnen we dankzij hen dan weer een goede Spaanse film leren kennen? Meer contact, meer gezamenlijke interesses, dat brengt ons dichter bij hen als burgers. Mailtje Studio Brussel in, dat vanuit de Europese hoofdstad over heel het continent jongeren de nieuwste Schotse of Roemeense band doet ontdekken. Maar ook een tv-station voor het brede Europese publiek met genoeg sport en amusement kan gewoon een toffe manier zijn om lidstaten en hun burgers compleet te herontdekken, om nog maar te zwijgen over Europa brede 7-uur-journaals. Ten derde heb ik als burger ook het gevoel dat in Europa alles boven mijn hoofd beslist wordt. We mogen om de 4 jaar 12 relatief onbelangrijke Vlamingen naar het Europees Parlement sturen. En tot daar gaat onze inspraak. Waarom mag ik enkel politici uit mijn eigen mini-regiootjes sturen? Door dit systeem krijgen miljoenen mensen nooit de kans de toppolitici die het huidige Europese beleid bepalen te steunen of af te straffen. En de parlementsleden zijn dan maar in politieke fracties ingedeeld en denken als Europeaan. Wij burgers, wij blijven gedwongen binnen onze eigen landsgrenzen te blijven denken en zien nooit het grotere Europees geheel. Als we daarentegen op Europese politici mogen stemmen, zal het hele politieke debat worden opgetrokken tot een rijk, echt Europees debat. Ik kan van zingen op mijn fiets, zolders, ketnet, liggen in het gras, de appeltaart van mijn oma en cadeautjes. En eigenlijk ook best wel van Europa. Ik hoop dat het de Europese Unie zal lukken om ook zijn andere burgers weer van Europa te doen houden. Wat daarvoor nodig is, wist Monet ons precies 63 jaar geleden te verwoorden. Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes.